snel op weg met de Skoda Enyaq iV. Laden, hoe werkt dat eigenlijk? Je kunt je Skoda Enyaq iV op 3 manieren laden. Thuis aan een wallbox, bij een openbare laadpaal of bij een snellader. Hoe werkt thuisladen en openbaar laden? Ontgrendel eerst je auto. Pak de laadkabel uit je kofferbak. Steek de grootste stekker in de auto en de kleinste in het laadpunt. Haal nu je laadpas of laadsleutelhanger langs het laadpunt. Bij pulserend groen licht laad je Skoda Enyaq iV op. Haal na het laden je pas nogmaals langs het laadpunt om met laden te stoppen. Klik met je sleutel om de stekker weer te ontgrendelen. Hoe werkt snelladen? Snelladen kan bij snellaadstations in heel Nederland. Gebruik de laadkabel die aan het laadstation hangt. Steek de stekker in het contact van de auto. Haal je laadpas of laadsleutelhanger langs het laadpunt. Bij pulserend groen licht laad je Skoda Enyaq iV op. Haal na het laden je pas nogmaals langs het laadpunt om het laden te stoppen. Klik met je sleutel om de stekker weer te ontgrendelen. Tip: laad je auto bij snelladen tot maximaal 80%. Dat is beter voor je accu en de laatste 20% laadt veel langzamer. Simply Clever laadtips. Bij regen en storm kan de laadklep gewoon open blijven staan. Lange rit? Met het navigatiesysteem in jouw Skoda Enyaq iV stippel je comfortabel jouw optimale route uit, inclusief automatische laadstops. Ga je naar het buitenland? Neem altijd je laadkabel en shuttle laadsleutelhanger mee. Check ook je My Skoda app. Daarin zie je altijd de actuele laadstatus van jouw auto. Ook handig, zo laad je je telefoon ook gelijk op. Meer slimme tips waarmee je snel op weg kunt? Kijk ook de andere Enyaq iV-video's.